Dames en heren, mag ik even uw aandacht? We hebben het vorig jaar ook bij de laatste thuiswedstrijd van de competitie gedaan. En dit seizoen willen we het bij elke thuiswedstrijd in ieder geval gaan doen. Een persconferentie na afloop van de wedstrijd met de twee trainers van beide clubs. Oscar Alkemade van Noordwijk, goedemiddag, welkom en gefeliciteerd. Ja, laten we bij jou even beginnen. Ja, het is vooral voor de camera dat de microfoon er staat. Dus je hoort jezelf niet harder opeens. Oké, prima. Ja, jullie moeten uitzinnig van vreugde geweest zijn. Ik zag dat al eventjes in de kleedkamer. Maar voor de mensen die dat niet gezien hebben, het feest was compleet, hè? Ja, mooi, hè? Traditie heb ik begrepen. Is dat zo, ja? Ik ben op zich natuurlijk in Noordwijk, dat is mijn club. Hè. Ik ben daar natuurlijk bekend, ik heb daar ook een verleden. Maar dit wist ik ook niet in de kleedkamer, dat het zo losging als er een overwinning gepakt werd. En het was een mooie belevenis. Ja. Was het een terechte overwinning in jouw ogen? Terecht, ja. Als je 1-0 wint, dan heb je gewonnen, toch? Dus dan is het volgens mij altijd terecht. Ja, klopt. Ja, maar ja. Goed, de club die meer scoort. Maar waren jullie er beter op het veld? Of denken van, ja, dat maakt me niet zoveel uit achteraf? Nou ja, kijk, als je op papier, ik heb net papiertje bijgebracht. Als je op papier kijkt naar de namen en je probeert een beetje in te schatten wie de betere ploeg is. Dan denk ik dat het redelijk een evenwicht is. Hè? Dat er aan beide kanten hele sterke punten in zitten en misschien hier en daar wat mindere punten. En volgens mij moet je proberen om je mindere punten te camoufleren en je betere punten eruit te laten komen. Ja, en de mindere punten van de tegenpartijen er juist weer uit te laten komen, zeg maar. Nou ja, dat zou ook mooi zijn. Ja, precies. Ja. Dat hoort vaak bij elkaar. En ik denk dat in de beginfase bij ons niet zo goed lukte. Hè. We hadden toch wat moeite met het spel van Quick Boys. We vingen ze wel goed op, denk ik. Maar nou ja, we moesten even de eerste kwartier, 20 minuten even wennen. Ik denk trouwens dat Quick Boys spelers ook wel last hadden van dat veld. Zwaar. Volgens mij op zich een prachtig veld. Prachtige accommodatie, maar wel even wennen met z'n allen. Ja. Ik vond het niveau allemaal niet zo top. Hè. Veel fouten en zwaar. Maar uiteindelijk kwamen we langzaam in de wedstrijd. Kregen we ook wat meer balbezit. En we hadden ook het gevoel, ja, we hebben ze gewoon beet. En natuurlijk, de tweede helft hebben we wel het gevoel van, goh, een paar corners en een vrije trappen. En die waren heel gevaarlijk. Hè? Onze keeper pakte een paar hele mooie ballen. Ja. Maar goed, ook mede dankzij wisselen, denk ik, en veranderen hebben we iets gecreëerd. En als je dan met 3 punten staat, ja, dan ben je natuurlijk alleen maar blij. Kan me voorstellen. Ted, kun jij je vinden in de lezing van je collega? Ja, ik kan me wel vinden in de lezing van Oscar. Het was inderdaad, zeker in het begin, even wennen. Ik vond dat we toen ook tot ongeveer een kwartier voor de rust, dat we absoluut niet goed in de wedstrijd zaten. Door een te laag baltempo, vond ik zelf. En de tweede bal op middenveld hadden we niet. Daar waren zij veel agressiever in. Ik denk ongeveer, wat ik net al zei, een minuutje voor 10 voor de rust, dat we er wat beter in kwamen. Nou, dat hebben we de tweede helft hebben we dan geprobeerd om dat voor te zetten. En ja, hebben we eigenlijk de tweede helft constant op 1-1 gespeeld. En ja, zij hadden de organisatie goed staan. Ik vond de fantastische duels met Philip ten Hartog, met Bosma. En aan de andere kant met Japie en met Manaputu. Hè. Dat was natuurlijk, want je hebt eigenlijk twee verschillende speelstijlen tegenover je. Zij die wat meer in de 4-5-1 spelen en wij in de 4-3-3. Ja, en dan konden we te weinig creëren. Hè. We kwamen er gewoon niet doorheen. Nou, mede door de goede organisatie van Noordwijk. Ja, en dan moet je altijd waakzaam zijn natuurlijk op dat ene moment. Want volgens mij was dat de enige bal in de tweede helft die Martijn de Zwart heb gehad. Ja, en die gaat er dan in. En dan hebben we daarna nog alles geprobeerd. Want we hebben ook tot 10 minuten voor het einde hebben we nog geprobeerd met de Harry Zwart doet wat meer aanvallend. Tom de Vries nog bij te gooien om die beslissing te forceren. Ja, dan krijg je de deksel op je neus. En ja, dat weet je dat zo'n moment altijd komt. En dat is misschien niet altijd terecht in het voetbal. Maar ja, zij loeren erop. Goede organisatie. Ja, en dan ben ik het met Oscar eens dat hij dan zegt van ja, en wie er scoort, die verdient het dan. Leuke, frisse, jonge ploeg vind ik Noordwijk. Ja, absoluut. Maar die hebben wij ook. Ja, dat is ook weer zo. Ja, inderdaad. Ja. Was het buitenspel eigenlijk, vlak voor rust, die 1-0? Wat was jouw idee? Nou, dat kon ik niet zien vanuit mijn positie. Maar ik vind wel dat we wel of niet zo'n moment, en die kunnen wel bepalend zijn natuurlijk. Net zoals in de tweede helft, ja, wel of geen strafschop. Nou ja, dat is aan de scheidsrechter. Maar dat zijn wel bepalende, want dan moeten zij natuurlijk iets anders gaan spelen. En dat gebeurt dan niet. Ja, en dan moet je gewoon heel erg waakzaam zijn. En één moment staan we even niet op te letten. Een beetje knullig balverlies op het middenveld. Totaal onnodig. Ja, en daar spelen zij op. En daar loop je tegenaan. Ja, Oscar, jij was vorig jaar natuurlijk niet bij Noordwijk betrokken. Maar nee. Nu in die hoofdklasse, het is geen topklasse. Maar dit zijn natuurlijk wel wedstrijden waar jouw selectie en jijzelf denk ik ook van geniet. Absoluut, ja.
Tuurlijk, ja. Dit zijn de krentjes in de pap. Hè? En daarmee wil ik niks afdoen aan die andere clubs. Want ook daar zijn denk ik interessante wedstrijden te spelen. Maar deze wedstrijd Noordwijk-Wick Boys gaat denk ik ook in de historie heel ver. Het zou leuk zijn als we in de toekomst dit potje in de topklasse kunnen spelen. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Nou, laten we dat afspreken dan in ieder geval. Ja. Dat hopen we al lang inderdaad. Waar staat dit Noordwijk? Of zeg je van ja joh, we hebben twee wedstrijdjes gespeeld. Daar kan ik nog niks over zeggen. Ja, dat vind ik inderdaad heel moeilijk. Omdat ik denk dat we hadden vorige week bijvoorbeeld RVVH thuis. Daar hadden we misschien de slotfase weer wat meer verdiend voor ons gevoel. Daar waren we verder. Alleen in het begin hadden we het ook heel moeilijk tegen hun. Dus ik denk dat er meer clubs zijn die kansen maken bovenin. Dus ik denk dat het een hele spannende competitie wordt. Dat we allemaal dicht met elkaar zullen blijven. Dat verwacht ik wel. Wie zijn jouw titelfavorieten? Geen idee. Echt geen idee. Het is lastig hè, deze competitie, Ted. Voor jou misschien ook wel. Dat er ook heel veel onbekende ploegen zijn. Ja, natuurlijk. Hè. Die Rotterdamse competitie ken je niet zo goed. Hè. Je weet dat ASWA natuurlijk ook al jaren probeert naar die topklasse te komen. Nou, Katwijk is nagenoeg met hetzelfde elftal op de twee vleugelverdedigers. Nou, zijn ze natuurlijk ook weer sterker geworden. Maar je moet het van week tot week bekijken. En je moet iedere wedstrijd, zou je gewoon keihard met z'n allen moeten werken om een goed resultaat te halen. Want ik denk dat dit gewoon een hele lastige competitie is. En je ziet ook, dat is ook de reputatie natuurlijk van Quick Boys. En dat weet je. En daar hebben de jongens vandaag weer een lesje in gehad. Dat het niet allemaal heel erg eenvoudig zal worden. Laten we positief proberen af te sluiten. Wat is het pluspunt van vandaag? Nou, dat ik vind dat we ontzettend goed de buitenspelers hebben kunnen bereiken. En zij zetten het daarin natuurlijk meteen dubbel. Maar dat waren wel momenten waarvan je zegt dat ze dan niet helemaal goed in de wedstrijd zaten. Maar ook een verdienste van die vleugelverdedigers van Noordwijk. En wij spelen natuurlijk veel via de buitenkant, omdat daar onze kracht ligt. En daar moeten we op verder borduren. Dank jullie wel, heren. Dank je wel.